Helemaal leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Bouwen Vermogen. Het is weer waardering woensdag, dus we gaan weer een nieuw aandeel waarderen en kijken wat de intrinsieke waarde is van het aandeel. Nou, op het moment dat ik deze video opneem is het nog geen woensdag. Zoals je ziet neem ik dit op donderdag de 21ste. Ja, de kerstdagen komen er natuurlijk aan volgende week, dus dan heb ik zelf ook wat minder tijd natuurlijk. Dus vandaar dat ik deze video al opneem. Zal niet heel veel uitmaken in verband met de beurs die in deze paar dagen dat het nog open is. Niet heel veel zal veranderen qua koers. Dus dat maakt verder niet zo heel veel uit. Nou, zoals gezegd, CRM. Waarom CRM? Dus waarom Salesforce? Dat is de volledige naam van het bedrijf. Nou, ik heb het zelf in mijn portfolio zitten. Ik heb er heel lang geleden al een keer een video over gemaakt. Ik zal even kijken, want dat is volgens mij wel meer dan een jaar geleden. Maar als ik die nog heb, zal ik die even nu boven in het scherm tevoorschijn laten komen. Nou, sinds die tijd heb ik zelf eigenlijk niet meer zo heel goed gekeken naar het aandeel. Gewoon aangehouden, verder niet meer bijgekocht. Dus ik was zelf wel weer benieuwd waar het aandeel nu op uitkomt qua intrinsieke waarde. Nou, zoals we zien is het inmiddels ook alweer aardig gestegen sinds 2022. Dus we gaan kijken. Ja, zit het aandeel nu het weer richting een all-time high gaat? Dat was rond de 300. Ja, we zitten alweer rond de 265. Is het nu nog steeds aantrekkelijk gewaardeerd of is het wellicht al overgewaardeerd? Nou, daar komen we achter op het einde van deze video. Dus laten we gewoon meteen beginnen. Ik gebruik, zoals jullie altijd weten, discounted cashflow methode. We gaan de blauwe cellen invullen. Uiteindelijk krijgen we een normal case, best case, worst case. Dus we kunnen dat ook bull en bear scenario noemen. Nou, de normal case telt voor 50% mee. Best case en worst case tel ik altijd beide voor 25% mee. En dan krijgen we hieronder een gemiddelde koers. Dus laten we beginnen met de EPS. De EPS is 8,2 afgerond. Ik pak altijd de forward EPS. Dus die vullen we hierin. En dan gaan we aan de rechterkant kijken wat de normal case is en wat de gerelateerde verwachtingen zijn voor de komende 5 jaar en de opvolgende 5 jaar, dus 5 tot 10 jaar. Nou, doe ik op basis van eigenlijk de cijfers die we zien in Seeking Alpha. Altijd de disclaimer die ik erbij geef is, dit is een grove indicatie die je uiteindelijk hieruit krijgt. Als jij dit aandeel op de voet volgt, jij weet precies wat zij gaan doen, wat ze gaan ontwikkelen, wat de plannen zijn komende jaren, ja, dan kun je natuurlijk altijd betere inschattingen maken dan ik. Nou, om dat bij te gaan houden, deze heb ik dan wel in portfolio, maar omdat ook nog voor de aandelen die ik niet in portfolio heb bij te gaan houden, ja, dat gaat heel veel tijd kosten, dus daar kom ik zelf helaas ook niet aan toe. Dus dat altijd even terzijde. Als je dit wilt doen, doe dat altijd ook voor jezelf nog even op basis van je eigen inschattingen. Nou, gaan we dus kijken naar de groei komende tijd. Gaan we naar growth. Nou, willen we de EPS weten? Hier zie je eigenlijk al EPS diluted year over year forward. Nou, daar zie je natuurlijk wat percentages terug, ook voor de sector het gemiddelde daarvan. Hieronder zien we dat ook. Nou, zien we year over year is het bedrijf echt enorm hard gegroeid, de EPS in ieder geval. Kijken we echter naar de 3 jaar, dan is het min 12, 5 jaar 16, ja, en 10 jaar niet van toepassing nog. Dus ja, waar komen we hierop uit? Kijk je bijvoorbeeld naar het gemiddelde, hou je die aan, dan zit je op min, dus een negatief percentage. Dus dan is de vraag, nou, wat wil je hier aanhouden? Daarnaast kun je dan ook nog kijken wat de analisten hierover denken. Nou, die verwachten dus over 2024, dat is volgend jaar 56% groei. 2025 16% groei. Nou, wat hou ik dan zelf aan? We zagen dus 3 jaar min 12%, year over year 850% of zo. Dat is wel heel erg veel. Hier zien we dus 56 en 16%. Nou, we moeten natuurlijk voor de komende 5 jaar invullen. Daar ga ik toch altijd liever uit van een slechter percentage. Of slecht, het is natuurlijk allemaal
ziet het er goed uit. Maar dan ga ik liever uit van een lager percentage, moet ik zeggen. Als het dan hoger uitkomt, ja, dan is het alleen maar mooi meegenomen. Op die manier bouw je eigenlijk ook een extra veiligheidsmarge in. Nou, voor de normal case wil ik dan 15% aanhouden, wat echt wel realistisch is, denk ik, voor dit aandeel. En ik wil voor de 5 tot 10 jaar daar niet te ver onder gaan zitten dan in dit geval. Dus laat ik hier 14% aanhouden. Nou, de discount rate is in mijn geval eigenlijk altijd 10% bij de normal case. Nou, en dan de terminal multiple. Dat is eigenlijk de PE. Nou, wat zien we hier voor het PE? Wat verwachten die bijna 50 analisten? Rond de 30, zeg maar, gemiddeld voor de komende 2 jaar. Dus dat zouden we aan kunnen houden. We kunnen ook kijken wat we hier zien. Dan moeten we kijken bij valuation. Nou, PE. Hier zien we eigenlijk een hele hoge PE terug. Non-GAAP ook rond de 30, iets hoger eigenlijk. Nou, het gemiddelde van de sector ligt iets lager rond de 20. Nou, dan denk ik dat die 30 zeker wel een heel mooi terminal multiple is voor de normal case. Pak ik hem misschien wat hoger. Misschien dat ik hier 25 zou kunnen doen. Aan de andere kant heb ik hier al die discount rate als een soort van veiligheidsmarge. En hier ben ik denk ik ook al vrij voorzichtig. Dus ik denk dat het een hele mooie PE is. Nou, dan kom je op $460 uit. Pak je 25, kom je op de 400 uit. Nou, en het aandeel zit momenteel rond de 265. Nou, dat ligt dus, laat zeggen, $200 lager. Dus kijken we op basis van deze normal case scenario, dan zou het aandeel zeker nog wel een aantrekkelijk aandeel zijn op deze koers en zeker nog wel koopwaardig. Nou, kijken we naar de best case, daar gaan we natuurlijk wat optimistischer zijn. Nou, voor die groei zagen we natuurlijk al year over year 850%. We zagen al iets hogere percentages voor 2024 en 2025. Dus ik ga hier rond de 22 en 20 zitten. Dat is denk ik naar mijn inschatting wel een vrij mooi percentage op basis van wat we zien qua cijfers uit het verleden en ook wat analisten verwachten. Discount rate pak ik altijd hier wat hoger, omdat je natuurlijk bij dit scenario een hogere veiligheidsmarge in wilt bouwen. En de PE, die pak ik 5 hoger dan die 30. Nou, komen op $830 uit, wat een behoorlijk hoge koers is. Maar goed, je moet natuurlijk altijd best case, normal case en nu ga je de worst case bekijken. Dus ja, persoonlijk is het leuk dat je dit meeneemt, maar ik zal je nooit blind staren op dit bedrag. Want dat is natuurlijk wel het meest optimistische scenario. Dus ook wel het scenario van deze drie die het minst snel uit zal komen. Nou, gaan we hier wat pessimistischer zijn. Pakken we hier 10. En ga ik voor de 5 tot 10 jaar, dus eigenlijk de 5 jaar daarna, ga ik wel een iets hoger verschil pakken. Dus ga ik hier naar de 5%. Discount rate pak ik hier altijd 8%. Omdat je hier natuurlijk een lagere veiligheidsmarge in wil bouwen, omdat het scenario in veel van de gevallen wel uitkomt. Ja, bij de terminal multiple, ik zou hier ook weer 5 lager kunnen gaan zitten, maar ik pak hem 10 lager. Dus in die zin bouw ik daar ook weer een extra veiligheidsmarge mee in. Nou, dan komen we uit op $245. Nou, we zien dat dat net onder de huidige koers ligt. Nou, wat betekent dat? Gaan we uit van de worst case scenario, dus dat zij de komende 5 jaar met 10% kunnen groeien. De opvolgende 5 jaar, dus jaar 6 tot en met 10, met 5%. Hebben we nog een 8% discount rate, dus een veiligheidsmarge ingebouwd. En is het aandeel tegen een PE van 20 te verkrijgen? Ja, dan is het aandeel op het moment ietsjes overgewaardeerd, maar je zou kunnen zeggen dat het eigenlijk ongeveer wel op fair, dus op eerlijke waardering ligt momenteel, als we dus kijken naar de worst case scenario.
Nou, dan is het dus voor jezelf de vraag, zouden die twee andere scenario's ook best uit kunnen spelen? Ja, dan kun je dus eigenlijk wel stellen dat het aandeel momenteel vrij aantrekkelijk geprijsd is. Nou, dat zien we eigenlijk ook terug als we deze drie scenario's samen nemen. Dan komen we uit op een gemiddelde van $500. Ja, wat dus zo'n 240, $235 ligt boven de huidige koers. Dus gaan we uit van al deze scenario's, pakken we het gemiddelde. Dan kunnen we dus zeggen dat het aandeel op dit moment nog steeds koopwaardig is. Nou, jullie natuurlijk de toetsvraag. Wat denken jullie zelf van deze percentages? Kunnen die makkelijk uitspelen of niet? Nou, ik denk dat bijvoorbeeld de normal case voor een aandeel als dit echt wel heel realistisch kan zijn. Ik ken het software niet omdat ik het zelf gebruikt heb. Ik ken wel mensen die daar werken, mensen die de software gebruiken. En ik hoor eigenlijk alleen maar goede verhalen. Als ik ook kijk naar de cijfers, als ik kijk naar het management, als ik kijk naar innovatie binnen het bedrijf, ja, dan ik ben ja, natuurlijk op basis van de kennis die ik op dit moment heb. En dat kan natuurlijk minder kennis zijn als dat jullie hebben. Maar op basis van die kennis denk ik zeker wel dat we een normal case scenario hier kunnen hebben die uit kan gaan spelen. En dan is het aandeel op dit moment echt zwaar ondergewaardeerd. Met, laten we zeggen, 40%. En dan is het aandeel op dit moment dus zwaar ondergewaardeerd. En jullie dus de vraag, vinden jullie dat ook? Ik ben heel benieuwd wat jullie van het aandeel denken. Laat het even weten in een reactie onder deze video. Wat jullie een aantrekkelijke koers vinden. Waarop jullie dit aandeel gaan kopen. Of misschien al aan het kopen zijn. Dus laat het vooral even weten onder deze video in de reacties. Dan ga ik deze video bij deze ook weer afsluiten. Mocht je dit een leuke video vinden, geef dat even weer aan met een duimpje omhoog. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op het kanaal. Dat kan ik altijd heel erg waarderen. Help je mij enorm mee. En dan wens ik jullie nog een fijne dag. En zie ik jullie graag weer terug bij de volgende video. Ciao!